Goedemorgen. Ik ga mezelf even opzoeken. Zo. Goedemorgen, Angela. Ik wacht even tot het binnendruppelt, want ik ben een paar minuten te vroeg natuurlijk. En even het geluid van mijn tap uitzetten, zodat we elkaar niet dubbel horen. Zo. Goedemorgen, Mickey. Even vlug wat drinken bijgepakt. Hi Mario. Hi Djoeke. Gezellig al. Oh, zal ik die tap verplaatsen? Want ik zie nu dat die recht in jullie zicht staat. Dweilen. Je dwelt maar als het voorbij is. Weet je wat dweilen in Brabant betekent? Heel iets anders. Daar is het nog te vroeg voor. Zo, zet ik hem hier. Hebben jullie er geen last van? Ik heb klaargelegd. Kijk. Want we gingen een doosje maken. Ik heb al een voorbeeldje. Dit is de buitenkant. Dit is de binnenkant. En in het weekend heeft mijn kleinzoon mee zitten knutselen. En dit is het resultaat van mijn kleinzoon. En ik wou jullie dus laten zien dat het dus ook echt een doosje is waar je iets mee kan als je hem niet dichtplakt. Kijk, want je hebt dus de flapjes om iets erin te doen. Dus ja, dat is een beetje wat we gaan maken, het idee. Mick, doe je even delen, AUB. Even kijken. Dat ik er alles uithaal, want ik heb al wat voorwerk zitten doen natuurlijk. Ik heb, ja, ik vind het zelf een prachtige collectie van Paper Favorites Snowman. Mooi blauw met bruin. Nou, zoals we weten allemaal ben ik dol op blauw. Dus ja, vind ik hem wel mooi. Ja, is echt prachtig papier, Angela. Is echt heel mooi papier. En het fijnste is ook nog eens niet dubbelzijdig. Tenminste, daar vind ik er fijn aan. Want vaak heb je ook dat het dubbelzijdig is. Maar dit is dus gewoon lekker één kant. Dus
Je hoeft niet bang te zijn of te denken van, oh, maar ik wil dit ook en ik moet nog een pak erbij. Nee, gewoon één kant. Hey Jen. Ik heb even, want ik heb al wat voorwerk gedaan, zoals ik zei. Ik zal dit even hier zetten. Dit is het malletje van de Dutch Doobadoo. En ik denk, niemand heeft, vindt het leuk om mij een doosje uit te zien tekenen en knippen. Dus ik heb een doosje heb ik voorbereid. Nou, wat heb ik gedaan met het malletje? Je krijgt dus een plastic malletje. Daar zitten streepjes in. Nou, ik leg hem even zo neer. Ik heb hem wel aan deze rand gelaten. Maar ik heb hem iets van de randen afgehouden. Hi Jolanda. Leuk dat je er ook bent. En dan ga je dus de omtrek ga je na te tekenen. Nou, dat is dit. Hè, de omtrek. Deze die daarna komen, hè, de buitenste, zijn de rilrandjes. En deze randjes, dus het vak wat je hier ziet, kun je dus ook nog uittekenen. En dan kun je dus doen zoals mijn kleinzoon het heeft gedaan. Het basispapier was paars. En dan haal je dus eerst je hele vorm eruit. Nou, en dan kun je het nog een keer op ander papier uittekenen. En dan kun je die vakjes plakken. Dus dan heb je automatisch al ja, iets leuks. En dan kan je bijvoorbeeld dit, want dit is hè, de opening van het doosje, kan je hier weer opplakken om een labeltje van te maken. Dat is in principe het doosje. Dus ik heb het uitgetekend. Ik heb mijn vouwlijnen heb ik gedaan. Uitgetekend, hè. En hier zie je al, dus uitsnijden. Dat is het ovaaltje. Nou, ik heb op dit stukje papier gedaan. En dan krijg je dus dit. Nou, als je het uitgetekend hebt. En veel aan de kant even leggen nu. Dan kun je dus met dubbelzijdige tape. En ik heb de rode. Die is fijner. En die is wat steviger qua plakken. Dus dat is wel fijn. Maar daar heb ik dus mijn plakrandjes. Kijk, je ziet hier dus dat ik hè, wat ik uitgesneden heb. En waar mijn ril, waar je het potlood nu dus nog ziet. Zitten mijn rilrandjes. En dit is het stukje extra. En dit is het stukje extra. Waarom heb ik dit stukje extra en hier schuin geknipt? Nou, dit vouw je naar binnen. Kijk, en dan komt het dus hier tegen. Hè, op deze manier. En dan heb ik dit kleine randje daar zitten, dat hij dus vastplakt. Ik vind dat zelf fijner. Ben je niet verplicht? Hoeft niet. Maar ja, ik vind dat wel fijner. Want anders plak je alleen dit gedeelte. En dan klap dit nog iedere keer naar binnen toe. Nou, ik heb hier nu ook de tape gedaan. Omdat ik mijn doosje dicht wil hebben. En dat hoeft normaal dus niet, want dan vouw je dus in. Daar is hij, deze. Even de dingetjes eruit. Maar dan krijg je dus in principe, als je dit randje dus wel vastplakt, hier, hè, dat is dit, het doosje. De rest blijft dan open. Het stukje wat je hier hebt,
kun je dan, vind ik zelf handig, als je je doosje voor de sier natuurlijk ook wil houden, dan kun je dit randje omvouwen en dan kun je hem dus zo neerzetten. In plaats van dat hij iedere keer dus wegschuift. En op dit gedeelte kun je dus nog een stuk extra. Dat hebben wij daar niet gedaan op deze. Hè, want dit is het papier wat hier opgeplakt is. Maar hier heb je dit randje ook nog. Stencil hier. Kijk. En als je dit randje dus ook nog eens een keer zou uitknippen, kun je dat randje daar nog op plaatsen. Dus dan kon ik een stukje paars zeg maar uitknippen en hier nog het paars erop. Of je laat het weg. Kan natuurlijk ook dat het. Maar ja, je bouwt op. Dus kan ook een ander kleurtje erop. Maar ja, gewoon heel veel mogelijkheden. Dus. Even kijken, kan deze ook aan de kant. Dus ik ga vandaag gewoon alles dicht plakken. Nou, dat ga ik nu dus doen. En uit een ander papier heb ik voor nu, heb ik dus al wat elementjes zitten knippen. En dat is uit, even kijken waar staat die, dit papiertje. Daar heb ik wat elementjes uit zitten knippen, dus dat was gewoon hartstikke leuk. Beetje een zooitje, maar kijk. En je kunt dus verschillende gewoon uitknippen wat je wil, wat je leuk vindt. Ik heb wat cadeautjes uitgeknipt, wat halve bloemetjes, omdat ik ze er toch onder ga schuiven. Het kopje, nou natuurlijk een sneeuwmannetje. En hier nog wat cadeautjes. En ik heb wat takjes zitten knippen. Nou, ik heb een chipboard. Dit. Wat ik wil gaan gebruiken, dit is van Pronti. En als allereerste, voordat ik heel erg moeilijk ga doen. Hi Angela. Hoi Dian. Wat ik eerst ga doen eigenlijk is dit rastertje eraf halen. En die ga ik dus een stuk hier plakken. Omdat ik er nu, ik heb een vrij simpel doosje laten zien. Een iets leuker doosje. Deze is dan nog niet versierd. Maar ik wil je ook laten zien dat je er ook dus gewoon een 3D-doosje van kunt maken met scrap of mixed media, net wat je leuk vindt. En ik wil dat rastertje, wil ik er binnenin hebben. Nou, in plaats van moeilijk doen als ik hem dicht heb geplakt, ga ik hem nu gewoon plakken. Voorzichtig zijn met de randjes. Als ik het doosje al dicht had geplakt en ik moet hem er dan nog in gaan plakken, dan wordt het een beetje moeilijk met vasthouden en zo allemaal. Dat wil ik nu voorkomen. Dus dan ga ik natuurlijk niet het hele roostertje gebruiken. Gewoon wat stukjes. En kijk, bijvoorbeeld zoiets, zie je? Nou, wat je dan doet als ik dit zo wil hebben, pak je gewoon een pen of een potlood of ja, weet ik veel wat. En dan kun je even gewoon aftekenen. Wel tot hier.
tot hier. Gewoon even aftekenen. Waar je hem af wil knippen. Dan kun je ook niet te veel of te weinig doen. Want je moet natuurlijk met die vouwen rekening houden. Hey Yvonne. Ja, zijn hele leuke takjes. Maar alles wat ik gebruik is verkrijgbaar in de webshop. Dus daar hoef je dan niet bang voor te zijn. Nou, kijk. En dan heb ik hem dus afgeknipt. Nou, dan zie je dat hij gewoon past. Hè? Ook met het dichtvouwen. Zie je? Ik wil hem iets schuin hebben. En ik wil hem een beetje op kleur hebben. En wat zal ik gebruiken? Inkt, verf. Je kunt alle kanten op. Zal ik een keer met inkt? Gewoon blauwe inkt. Ik heb hem niet van tevoren... even kijken. Blauw. Oh, en dit is met een glittertje, denk ik. Oh, die zal ver leeg zijn. Ja. Even kijken. Natuurlijk met alle soorten. Dit is bruin. En ik denk, dit is groen. Waar is mijn blauw naartoe? Hier is mijn blauw. Je kunt dus met iedere spray of oxides of wat dan ook. Kun je gewoon... sprayen. En omdat ik geen gesso gebruik, wordt hij dus wat matter en wat platter. Nou, en de achterkant schrijf ik gewoon een beetje er doorheen. Kijk, dan krijg je toch die kleur. Nou, laat ik hem even opdrogen. En omdat ik nu dus geen inkt heb gebruikt, zuigt die de inkt heel erg op. Maar omdat ik dus geen gesso heb gebruikt, bedoel ik. En dat niet alleen. Hij zuigt hem dus heel erg op, maar je krijgt ook een beetje verschil in kleur dan. Kijk, kun je het zien? Sommige stukken zijn wat donkerder als andere stukken. Nou, die kun je dus... Ik leg hem even zo, vind ik makkelijker. Ik had hem zo gepland. Schuin erin. Dus ik wil hem zo, wil ik hem hebben. Kunnen jullie het goed zien? Even kijken. Ja. Dus zo ga ik hem vastplakken. En dat doen we met de gel medium. Waarom doe ik dat met de gel medium? Gewoon zodat hij blijft zitten. En dan van nu, omdat weten jullie allemaal dat hij wat gaat lopen. Even kijken, verkeerde kant, Sandra.
Nee, wel goede kant. Oké. Ga ik er wat dubbelzijdige tape op doen. Erbij. Nu dat hij even extra wat houdt. Dat hij dan niet gaat afglijden. Terwijl de mat... mat medium droogt. Even kijken, alleen dat stukje nog. Zo. Dus nu, voor nu alleen maar even dat hij dan een beetje op zijn plek blijft zitten totdat de gel medium gedroogd is. Dan moet ik wel zeggen dat ik altijd vind dat ik hem moeilijk eraf krijg. Dus ik steek altijd ertussen en dan ga ik naar de zijkant. Wiegel ik hem naar de zijkant dat ik het eraf krijg. Er zijn makkelijke manieren hoor, maar nou, ik vind dit fijner. Zo. En dan... Ik vind het altijd zo'n gedoe met je nagel ertussen gaan lopen vroeten. En vaak ook omdat ik best vaak gel nagellak erop heb zitten of gel nagels, dan is het al wat gladder allemaal en dan gaat het wat moeilijker. Nou, kom op. Ja, zijn hele leuke patroontjes. Ik heb onder het event heb ik de naam erbij geschreven. En hoe heet het? En het nummer van het artikel, dus dan kun je het vlug op terugvinden. Waar zit mijn... Zo. En zo. Kijk, en dan zit dit gedeelte zit al vast. Dit is een pikkert. Hier zit een pikkertje aan. En dat vind ik fijn om ertussen te steken. Die pick-up tool, dat blijft nog, omdat die stevig is. Blijft het nog even kijken. Ik had een stukje kopieerpapier hier klaargelegd. Wat ik er nou weer mee uitgespookt heb, mag Joost weten. Nou, pak ik even dit. Wat ik dan doe, is op het stukje, hè, want dat ziet niemand meer, het stukje waar... uitstreek plak ik gewoon dit even op, gewoon een stukje kopieerpapier, zodat het niet meer plakt. Even kijken.
kijken, je zet de mat medium. Dus, want anders heb je die nattigheid natuurlijk in, binnenin. Zo. En dan ga ik er gewoon heel even met de hypo overheen. Met een haakje. Nee, die heb ik niet. Maar dit gaat net zo gemakkelijk. Want dit is ook een pikker. Dus of je nu een haakje hebt of een pikker, je pikt erin. Maar ik vind het dan makkelijker om ertussen te vroeten. Nou, nu kan ik hem dus vastmaken. En ga ik dus mijn deeltjes los trekken. Kijk, een haakje is ook fijn, Yvonne, maar als je net zo lomp als mij bent, dan trek ik dus alles mee. Dan zit ik in mijn papier en dan trek ik dus alles mee. En dan heb ik er nog niks aan. Dan kan ik nog opnieuw beginnen. Daarom pik ik dit er ook niet in. Dan pik ik het eronder. Anders trek ik gewoon alles mee. Is goed, Jen. Doei, doei. Zo. En je ziet, het gaat eigenlijk net zo vlug. Zonder dat ik iets kapot maak, Yvonne. Je weet, dat soort dingen heb ik geen geduld voor. Oké, nou, wat ga ik eerst doen? Ik ga eerst dit gedeelte... Ik zal zo even omdraaien dat je het kan zien. Ga ik vastplakken. Dat is dus eigenlijk het gedeelte waar je iets naar binnen kan schuiven. Kijk, zie je? Dus die zitten op dat eerste flapje, zeg maar. Nou, en dan duw ik dit naar binnen met z'n drietjes en die komt dan op dit vast te zitten. Even kijken dat ik het goed doe. Dit is 1. Nummer 2. Deze iets verder naar binnen geduwd te hebben. Zo. Dus altijd eventjes kijken. En eventjes een beetje friemelen. Maar goed. Kijk. En dan doe ik hier. Dat hoeft niet. Maar ik vind dat zelf mooier en fijner. Nog een keer die tape. Dan heb je die extra stevigheid. Kijk, pik je eronder en je houdt hem omhoog en dan gaat hij ook mee. Is gevallen, dan draai ik hem gewoon om, duw ik hem aan, zit hij vast. Ja? Nou, dan wil ik eerst
de randjes distressen. En dan zul je zeggen, waarom doe je dat niet als je hem nog niet in elkaar hebt gezet? Nou, voor het feit dat je niet weet waar je vouwen uitkomen, hoeveel je over hebt. En ik weet het allemaal niet. En ik vind dan dit iets makkelijker. Even mijn bolletje eruit. Ik pak gewoon mijn kussentje. En ik ga er gewoon langs af. Ik heb blauw gepakt, maar je kunt bruin pakken. Je kunt alle kleuren van de regenboog. Zo pakt hij ook goed je vouwtjes. Ik pak dit witte gedeelte dan ook gewoon mee. Anders is het zo saai wit. Kijk, zie je? Stel dat het nu iets niet uitkomt, net zoals ik nu heb gedaan, zit ik er iets buiten. Dan zit je randje dus heel ver van elkaar af en dan blijf je daar zien. Als je daarna de rand doet, dan heb je daar dus geen probleem mee. Hoekjes pak ik een klein beetje extra voor de fun. Dus daar leg je je tool gewoon. He, dus of je doet het met petjes. Of je doet het gewoon zoals ik het nu doe. Het is gewoon eigenlijk wat platter leggen. En dan krijg je dit. En dit randje pak ik er gewoon even bij, toch? Ja. Hoekjes. Even zo. Die heb je straks nog nodig, want je kunt dus, hoeft niet, maar je kunt wel dit dus doen. Maar wat ik nu dus wil gaan doen eigenlijk is hier iets leuks en hier iets leuks. Nou, hier iets leuks is bijvoorbeeld, wat vergeet ik, waar ik niet aan gedacht heb. Hier. En die doe ik dus met het puntje er langs af, zodat je die vegen krijgt. Geeft het allemaal net iets... iets meer. Ik kijk dus niet naar de netheid, hè. Deze wil ik wel. Dus ik ga gewoon alles, omdat ik een dikke randje op sommige stukken erop wil. Hier wil je dat het uitloopt en hier wil ik gewoon eigenlijk dat ik meteen een felle rand erop krijg. Daarom heb ik rechtstreeks vanuit. Het inktpadje gedaan en hier, omdat je een stukje foam hebt, gaat er wat verder op, dus krijg je een beetje die wazige rand vervagend.
En ja, het wordt een all blue tint. Randjes. Vergeet mijn sneeuwpop nog. Ik doe niet om die handenstikjes. Daar doe ik alleen maar even de zijkant dat je het wit niet meer ziet, zeg maar. Mijn sneeuwpop kan ik op allerlei manieren. Ja, want hier, nou kun je wat leuke, bijvoorbeeld Amphimeria erin doen. Leuke plaatjes, die-cuts. Je kunt er eigenlijk van alles en nog wat kun je ertussen doen. En de purpose is natuurlijk ook dat je gewoon een leuk iets op je bureau kunt zetten. Ik denk dat ik deze toch op de voorkant ga doen en dan hier een tekst ga plakken. Dank u. Dan kan ik me ook wat meer uitleven. Ik zal dit even terug doen. Hey Ans. Ja joh, je hebt niet veel gemist. Ik heb gewoon de uitleg van het doosje. En ik ga nu eigenlijk pas echt beginnen met het versieren. Ik heb ook nog wat mandala's erbij gepakt. Maar ik ga alle nummers opschrijven voor jullie. Dat is allemaal verkrijgbaar in de webshop. Even kijken welke ik wil. Deze. Deze zijn ook wat rond, alleen wat langer. Dus die kan ik nog afknippen. Ja, mandala's zijn ook leuk. En je zou eventueel zelfs nog, gewoon met een mandala stencil, hier ook nog iets kunnen doen, hè? In de webshop heb ik... Ze er ook een paar staan. Ik heb er ook eentje van. Van Art by Marlene, geloof ik. Maar ik heb ook nog van Pronti. Die hebben er ook mandala's. Die zou je hier eventueel nog als ondergrond in het blauw erop kunnen doen. Nou. Drie keer raaien welke kleur. ja, Spike, je bent braaf. Ga maar mooi liggen. Mijn hond wil weer aandacht hebben. Het zal weer eens een keer niet, hè? Even kijken. Wit en blauw. Ik ga eerst... die waas...
En omdat er geen gesso op zit, krijg je dus echt een waas. Kijk, zie je? Op die kleur die ik er nu op zet, waar hij dus het wit opneemt. Daarom gebruik ik nu dus ook geen gesso. Omdat je dus zonder gesso ook hele leuke dingetjes kan doen met chipboard. Kijk, wat je wel hebt is eigenlijk, je moet een doos gebruiken. Of niet moet. Maar er is een doos voor. Dat als je spuit, dat niet alles onder zit. Maar ja, die kan ik hier niet onder mijn camera kwijt. Zo. Even een babydoekje. Want je zult dadelijk zien, op de plekken waar ik dadelijk blauw spuit, daar wordt het blauw net nog iets lichter. En dan kunnen we er nog met sneeuw overheen. Zo. Jullie kunnen het zien, hè? Thanks Mickey. Hi Julia. Leuk dat je er ook bij bent. Kijk, en nu valt dus meteen op dat de plekjes nog wat lichter uitkomen. En ik doe nu wel beide kanten. Alleen die onderkant heb ik natuurlijk geen wit gedaan. Dus daar pakt hij gewoon meteen alles donkerder bij. Krijgt wel een lekkere kliederbloel. Maar dat is niet erg, hè? Kijk, zie je het verschil op... op de plekjes waar ik het wit gespoten heb, worden ze dus nog iets lichter. Dit even weg. Het is al kliederboel genoeg. En dan ga ik het chipboard even drogen, want nu is het slap een beetje omdat het nat is. Is een schabloon van de Dutch Doobadoo, Yvonne. Box art, ergens iets. Maar de naam die staat erbij hoor. Nou, dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Houd daar rekening mee, want als je op de achterkant bezig gaat zijn, ja, dan ben je dus verplicht hem zo neer te zetten.
Alles wat ik eigenlijk nu ga doen is gewoon even kijken hoe ik het hebben wil. En dan mag er best overheen. Dus het is een soort, ja, wat noem je het, scrap, scrap, scrap. Maak een compositie, zeg maar, van wat je leuk vindt. En alles wat je uitgeknipt hebt, ben je natuurlijk niet verplicht om te gebruiken, dus ja. Doodjes komen er later bij. Dus wat ik eigenlijk nu wil gaan doen is met de Dutch Doekadoelijn, want het is gewoon papier. Even kijken. Ik heb hem zo neergelegd. Deze gaat ongeveer hier. Hoeft natuurlijk geen precisie. Dit is de Dutch Doobadoo lijnpen. Je kunt het ook met mat medium vastzetten. Wat ik dadelijk met de takjes half ga doen. Nou, dit is mijn indicatie voor hoe ver ik hem daar wil hebben, omdat ik hem natuurlijk onder het takje wil hebben. Dus dan weet ik ongeveer waar ik tussen moet gaan zitten. Vind je het nu al leuk, Angela? Het is gewoon, ja, zie je het als scrappen, vroeger scrappen, maar dan met 3D. Laag op laag op laag op laag, zeg maar. En wat heel veel ook doen is, als je compositie hebt gemaakt, kun je foto maken. Dan kun je daarop terugkijken. Maar ja, ik doe dat nooit. En bij mij komt die eigenlijk nooit terug zoals ik hem neer heb gelegd, heel eerlijk. Ik heb de heavy mat medium, maar je kunt ook gewoon de normale. Hè? Ik heb nou toevallig gewoon de mat, omdat de heavy, omdat ik die best vaak gebruik. Omdat ik natuurlijk heel vaak heb dat ik zwaardere dingen moet plakken. Maar dit kan heel goed met de gewone, hoor, de gel medium. Dag. Dan wil ik hem zo of zo. 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 En je doet er ook best lang mee, want je hoeft natuurlijk maar heel weinig te gebruiken. En vooral als het chipboard niet zo zwaar is en je op papier plakt. Deze doe ik iets verder naar boven, dat hij er dus iets verder uit gaat. Zo, kijk.
en zo. Jij komt hier, dus dan kan jij. Hier. Dat kan natuurlijk ook. Daar mijn bloemetjes zitten. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Even kijken. Tot hier moet hij dan zeker vastzitten. Zo. Even mijn vingertjes. Ik zit natuurlijk onder de plak. Nou, deze plak ik als laatste vast eigenlijk. Omdat hier natuurlijk heel veel dingen onder komen. Deze wou ik dus hierop hebben. Dus die ga ik gewoon. Hierop vastplakken. Zo. Kijk. Hier komt mijn. Om dit gedeelte zeg maar te verbergen. Hè? Dus dan kan hij ook nog hier vasthouden. Als het nodig is. Dankjewel, Ans. Ik leg hem er even bij. Nou, mijn cadeautjes. Even kijken, de grootste kan ik een beetje hier tussen verstoppen. Dat kan weer gewoon met, ja, je kunt ook de gel medium gebruiken, maar omdat ik nu dus op het papier ga zitten, kan het dus gewoon zo gedaan worden. Ja, leuk hè? Ik vind dat gewoon kei leuk. Ik ben er zelf ook blij mee. Oh, verkeerde. Eentje zonder strikjes. Dan zou ik deze bijvoorbeeld toch. Voor. Kunnen. Kijk, het hoeft maar een klein stukje uit. Het hoeft niet helemaal, maar een klein stukje. Dan zie je het cadeautje al. Dan ga ik hier nog wat doen. Ik ga eerst, ik wil ze er toch bij hebben, ik wil eerst zeg maar deze ongeveer zo, even kijken hoor, want dan pak ik eerst deze vast zeg maar, ja, zo wil ik deze twee hebben, dus ik plak eerst deze twee vast, dat dat niet meer kan verschuiven. Kijk, en weet je wat het is? Dit hoef je dus niet per se alleen maar op een doosje te doen. Dit kan je in verschillende manieren gebruiken. Bovenop een kaart. In je journal zelfs kun je dit nog doen. Want de chipboard van Pronti is altijd best dun. Dus dan kun je dat ook daarvoor gebruiken. Hier vind ik leuker. Zo. Kopje
moet er dan wel voor. Dus ik heb net even zijn kontje omhoog gegooid. Iets schuiner. Kijk. Heb ik hier dus leuk de cadeautjes erachter. Het kopje ervoor. Poppetje komt deze kant op. Het poppetje, omdat dat de bovenste laag is. En hier zit natuurlijk al wat tussen. Pak ik dus wel de gel medium. En in principe zou ik dan niet overal hoeven. Maar ja, eenmaal gel medium kun je gewoon alles gebruiken. Het enigste wat ik niet doe, is de handjes. En zijn mutje, dat belletje, weet je wel, dat witte belletje wil ik wel doen. Want, ja, dat raak je zo kwijt als je het verplaatst of op gaat sturen. Dat zou zonde zijn. Kijk, en dan kun je die handjes nog manoeuvreren, bijvoorbeeld hierin. En vastmaken dat hij het vast heeft. Je kunt hem zelfs... waar is mijn pick tool? Hier. Even kijken. Hoppakee, kom eens op. Ik wil jou eronder hebben. Eronder en ertussen. Moet je wel even geduld hebben, Sandra. Maar... dit zou dus ook nog kunnen. Dan heb je, even kijken, het handje dus eronder en hierboven uitstekend. Ik zal even zo doen. Kijk hier. Nou, die heeft het cadeautje vast, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook nog, hè? Dus het is gewoon hartstikke leuk. Nou, dan kun je het sneeuweffect nog, zit ik eigenlijk aan te denken. Dan kun je met glitter doen, maar je hebt ook zo'n sneeuw. Dan moet ik even in mijn luiken waar ik hem heb staan. Want ik heb er eentje van Letitia die heel fijn is. Dus met zo'n plat. Lang. Ik kan hem heel vlug niet vinden. Dus ik pak deze er even bij. Dat zul je dadelijk altijd zien. Maar die van Letitia die zij in de webshop heeft staan, is heel erg fijn. Het is een platte met een zwarte tuut erop. Die heb ik toen ook gebruikt bij vorig jaar met het huisje maken. Die bedoel ik. Deze kan ik ook even gebruiken. En dan kun je dus als die mee wil werken. Even met geweld naar beneden. Ja, ja. Dan kun je dus hier en daar op die lichtere stukjes. Dan krijg je dus net weer iets meer het effect. En Letitia die heeft ook glitter erin staan. Nou heb ik daar alleen de rode van. Daarom heb ik hem niet gebruikt. Omdat ik een blauw thema heb. Maar je kunt dus nu zo. Hier en daar. Sneeuw. Effect doen. Je ziet bij deze moet je heel hard knijpen. Die Letitia erin heeft staan, die met die zwarte tuut.
Die is een stukje fijner. Daar hoef je niet zo hard te douwen. Dankjewel, Ans. Hey, Andrea. Kijk, en dit zijn extra opties natuurlijk. Ik denk dat ik hem even moet doorsteken. Misschien dat wat makkelijker uitgaat, want hier zit ook wat glitter in. In deze. Daarom komt hij er zo moeilijk uit, zo'n klein tuutje. Nou, ik ga hier even het tuutje vanaf halen. Zo. En dan, waar is mijn... Hier. Kijk, haal ik het er zo even uit en doe ik het zo even. Sorry jongens, ik heb geen geduld voor. En dat geknijp doet alleen maar pijn in mijn handen. Maar doe ik het even zo, gaat het wat vlugger. Zo. Nou. En dan heb je het effect erbij. Ja, en inderdaad makkelijker. Maar vooral het knijpen gewoon. En vooral die iemand die reuma heeft en zo. Ja, daar is deze gewoon echt heel moeilijk mee. Maar die met, er staat er eentje. Ik zal die erbij zetten. Die Letitia in de webshop heeft staan. En die is gewoon echt fijn. Want daar heb ik vorig jaar ook mee gewerkt. En daar lijkt net een som, een die verdubbelt zijn eigen, zeg maar. Dus je doet een heel klein bietje en dan spant die uit. Dikt die uit, hoe dat je het ook wil zeggen. Deze raakt gewoon iedere keer verstopt vanwege de glitter die erin zit. Ik zal hem even dichterbij houden. Kijk, en je ziet nu ook echt, als je van de zijkant kijkt, gewoon. Zie je? Dan ligt het er ook echt op. Nou, en dan heb je gewoon heel leuk de voorkant van je doosje. Hier kun je de tekst opzetten die je wil. Kijk, en ik heb hem nu in een winter dingen, maar ja, je kunt alle kanten op. Ja, ik vind hem gewoon heel leuk geworden. Hij gaat ook nergens naartoe, hij blijft van mij lekker. Ja, dankjewel. Dankjewel. Letitia, die heeft het snow effect, heeft ze erbij bijgezet, de link. Dus dan, dan kunnen jullie mooi die pakken in plaats van deze. Ik kon hem zo vlug niet vinden. En ik meen allemaal dat ik hem klaar heb gezet, maar goed. Zijn er nog vragen die jullie hebben? De archival inkt die ik heb gebruikt is de Distress archival inkt. Deze is watervast, dus die gaat ook geen kant meer op als je hem... erin heb gedaan, dus die kun je ook, die heeft ze ook, maar de linken komen er allemaal bij. Even kijken, Ans zegt dat je er niet kan komen. Het gaat goed komen, Ans, want je zit in de live nu. En als je er dan op gaat klikken, als het goed is, ga je er niet naartoe. Maar als je dadelijk uit de live bent en je gaat eronder kijken bij commentaar, dan staat die link en dan kun je er gewoon op klikken en dan doet hij weer gewoon normaal. Dat is een Facebook dingetje. Irritant, maar
Zo werkt het wel. Oh ja, hij gaat er wel naartoe. Ja, graag gedaan Yvonne. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zal foto's ervan maken. Ik zal van de anderen er ook. Ja, en zoals ik al zeg, je hoeft dus niet per se een winter of sneeuw of weet ik veel wat. Je kunt dus gewoon alle kanten op. Bloemetjes, hier staat smile. Nou, ik heb het gewoon hetzelfde techje gebruikt. Je kunt er spulletjes in doen, je kunt er chocolaatjes in doen. Doe erin wat jij leuk vindt. Je kunt er zelfs een giftkaart in doen. En dan heb je toch een leuk eigen gemaakt versierd doosje gegeven. Wat ze toch weer kunnen gebruiken of neerzetten. Ja, ik kan alle ideetjes ervan maken. Ja, Angela. Nou, laat in ieder geval wel jullie uitwerkingen zien. Op de groep. Dat vinden we altijd heel leuk. Binnenkort ga ik met dit papier nog een live plannen. Maar dat wordt na de kerst, misschien in januari ergens een keer, denk ik. Of misschien net na de kerst. Dat kan ook nog, ligt er net aan hoe druk het hier is. Met de kids en zo. Ga ik ook nog een tasje maken. Dus als je er dan ook bij kan zijn, zou leuk zijn. Maar met hetzelfde papier kun je gewoon een heel leuk tasje kun je gewoon maken. En dat gaan we dan ook doen. Ja, jij ook hele fijne feestdagen gewenst, Ann. Voor de rest natuurlijk ook allemaal. En we horen elkaar en zien elkaar na de kerst sowieso zeker natuurlijk. Leuk dat jullie erbij waren. En een hele fijne dag. En laat je uitwerkingen op de groep zien, want dat vinden we altijd natuurlijk leuk. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doei!